Allemaal moeilijke woorden die de koning gebruikte. Ja, inderdaad. Ja. De Nederlanders weten dat misschien niet eens allemaal. Ja. Dus allemaal die allochtonen en al die mensen allemaal, die weten dat ook niet waar die het over hebben. Weet u wat voor dag het is vandaag? Dinsdag, Prinsjesdag. Heeft u gekeken net? Nee. Oh jee. Waarom? Heeft u het gevoel dat u alles begrijpt als u de troonrede bekijkt? Nou, niet alle tijd. Nee, ik snap het niet altijd. Nee. En ik ben toch gewoon een redelijke, niet begaafde Nederlander, maar ik begrijp toch wel heel veel dingen. Maar al die moeilijke termen en zo. Lars, jij bent communicatie-expert. Wat valt jou op als jij naar de troonrede kijkt? Ja, het is vaak heel formeel en afstandelijk. Ik denk dat heel veel mensen die in Nederland die kijken eigenlijk niet begrijpen wat de koning zegt. Dan hebben ze het over geopolitieke ontwikkelingen in plaats van beschrijven wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt bijvoorbeeld. Heel vaak worden dat soort termen gebruikt waarvan ik vrees dat heel veel mensen dus niet weten wat ermee bedoeld wordt. Waarmee begint de troonrede altijd? Nou, wat er weer gaat gebeuren in het land. En maar met welke zin? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Nou, ik neem aan welkom bij de troonrede, denk ik. Leden van de Staten-Generaal. Officieel richt de koning zich niet tot het volk, maar tot wat zij dan noemen de Staten-Generaal. Daar zit direct het verschil. Als een president in Amerika zich richt tot het volk in een State of the Union, dan heeft hij het over My Fellow Americans. In Europa had Ursula von der Leyen het afgelopen week over My Fellow Europeans. En dan in Nederland gaat het eigenlijk bij de eerste vier woorden al mis. Leden van de Staten-Generaal. Wie zijn dat? Heel veel mensen weten dat niet volgens mij. Wat betekent dat? Wie zijn de leden van de Staten-Generaal? Zie je, daar ga ik al. Ik dacht de ministers. Rutte hoort erbij, denk ik. Zeker. Ja, CDA, PvdA, allemaal van die politieke groepen. Nou, leden van de Staten-Generaal, dat zijn eigenlijk de Eerste en Tweede Kamer samen. Want die worden hier toegesproken door de koning namens het kabinet. Vindt u dat de troonrede altijd te begrijpen is? Ja, ja, dat wel, ja. Ja. Ik heb een aantal woorden uit de huidige troonrede geplukt. En dan gaan we even kijken of de Nederlanders weten wat die woorden nou precies betekenen. Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. We beginnen even makkelijk. Polarisatie. 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 Ja, dit hoor jij te weten. Ik wist het. Hoort het constant, maar wat betekent het? Ja, weet ik ook niet. Nee. Heb je nog nooit gehoord van het woord polarisatie? Nee, van mijn leven niet. Ik zou het je nu ook niet kunnen zeggen, maar... Verdeeldheid tussen mensen of tussen groepen. Ah, oké. Okay. Denk aan de grote ruilverkaveling en de bouw van grote nieuwe woonwijken. Ruilverkaveling? Nooit van gehoord. Ja, ik heb echt geen flauw idee. Ruilverkavering? Onderling stukken grond met elkaar ruilen. Oké. In dat wereldbeeld worden democratie, soevereiniteit en vrijheid uitgehold. Soevereiniteit. Ik hoop niet zo erg. Nee, ook niet. Weet ik ook niet. Ja, dat wordt ook op school gehad, maar ik weet het echt niet meer. Nee? Ik weet het echt niet meer. Mevrouw Bloemsma, het spijt me. Een soevereine staat is een op zichzelf staande staat bijvoorbeeld. Lekker man. Ja, kijk. Regels kunnen en moeten eenvoudiger. En minder rigide. Rigide. Ook niet, weet ik ook niet. Bijvoorbeeld in de zin, regels moeten minder rigide. Oh. Nee, geen idee. Dat ze een beetje soepeler mee omgegaan moet worden. Zoiets, denk ik. Ja, dat klopt wel. Ja. Minder streng. Minder streng, ja. Internationale sancties tegen Rusland. Sancties. Sancties, ja. Dingen die ze moeten gaan doen, toch? Sancties. Internationale sancties. Hoe mensen erover denken, waar ze het over hebben. Ook niet. Oh. Bijvoorbeeld Rusland heeft een aantal sancties gekregen. Ja. Ja. Wat zijn dat dan, een aantal sancties die ze hebben gekregen? Dat durf ik ook niet te zeggen, nee. Nee, dat wordt helemaal niks met mij. Sancties, dat is zeg maar wat straffenachtig iets, toch? Heel goed. Daarom. Nou, je bent de eerste die het weet. Nou, dat doe ik goed dan, toch? Allemaal moeilijke woorden die koning gebruikt. Ja, inderdaad. Ja. Maar weet je hoe dat komt? Ik heb ook een beetje dyslexie. Hoe erg is het nou dat de troonrede niet te begrijpen is voor veel Nederlanders? Ik vind het vooral zonde. Ik vind het vooral zonde dat heel veel mensen eigenlijk kijken naar deze speech. En ze zien ook herhalingen van deze speech of ze lezen het terug. En dan is het vooral een gemiste kans als je het niet zo verwoordt dat mensen begrijpen wat je nou eigenlijk wil zeggen. U zei, ik begrijp alles wat hij zegt, maar ja, komt hij er een beetje op terug? Ja, ik kom er heel erg op terug. Ja, ja, inderdaad. Ja, want ik weet de helft. Nou, ik zeg, ik weet eigenlijk niks. Nee, sorry, ik weet helemaal niks. Als je wil dat de burgers begrijpen wat dus
de Staten-Generaal vertelt, is het beter om het gewoon Nederlands te houden. Maar gewoon Nederlands die jij en ik en iedereen praat. De Nederlanders weten dat misschien niet eens allemaal. Ja. Dus allemaal die allochtonen en al die mensen allemaal, die weten dat ook niet waar hij het over hebt. Misschien moeten we even een soort moltalk hebben, weet je wel. Ja, gewoon daarna. Gewoon, laten we even een programma hebben na de troonrede om het even allemaal goed uit te leggen. Dat heet in principe het journaal. In principe wel, ja. Welke woorden kan je beter vermijden? Nou, je kan het beste voorzichtig zijn met woorden die je niet kunt tekenen. Als ik jou die doos met kleurpotloden geef en ik vraag jou, teken eens een geopolitieke ontwikkeling. Nou, dan weet jij waarschijnlijk niet waar je moet beginnen. Dus dat zijn de woorden waar je vaak voorzichtig mee wil zijn. Dan kan je veel beter verhalen vertellen, voorbeelden gebruiken die mensen wel kunnen zien, die mensen kunnen tekenen.